Door aan de heer Van Haga, groep Van Haga. Ja, allereerst dank aan mevrouw Beckerman en dank aan mevrouw Van der Plas dat ik eerder mag. Dat is heel collegiaal, dank u wel. Voorzitter, klimaat is een religie geworden. Met een oververhitte planeet die de hel symboliseert en tofu-etende werkschuwe communisten die zich vastplakken aan snelwegen en die ons naar het beloofde land moeten leiden. Mensen worden op manipulatieve wijze geïndoctrineerd en in verwarring gebracht door aperte onjuistheden te verkondigen, klimaat met milieu te verwisselen en uitsluiting als je niet in hetzelfde geloof gelooft als de zogenaamde goede mensen. Verkettering is jouw deel als je niet in dezelfde angstpsychose leeft. En Ronald Plasterk noemde het in het voorwoord van het boek De stikstoffuik van Arnoud Jaspers al de alfahel. En veel beter kan ik dat niet verwoorden. Volstrekt incompetente mensen hebben dit nieuwe klimaatgeloof omarmd en misbruiken het om ons een collectivistische samenleving op te leggen. Met goede doelen, rituelen, zelfkastijding en offers voor de nieuwe groene hoge priesters. Voorzitter, het goede nieuws is dat het zojuist uitgebrachte boek De stikstoffuik ongelooflijk veel aandacht heeft gekregen. En dat zelfs heel veel alfa's en journalisten het hebben gelezen en dat zelfs de NPO er aandacht aan heeft besteed. Zelfs de staatsomroep voelt aan dat de toren van Babel niet tot in de hemel gaat reiken en dat het moment nadert dat miljoenen mensen door gaan krijgen dat ze belazerd zijn. Dat we inderdaad goed moeten zorgen voor ons milieu, maar dat de maatregelen die de overheid ons oplegt in het kader van de klimaatreligie in het beste geval volstrekt zinloos zijn en in het slechtste geval contraproductief. Voorzitter, we staan nu op een punt in de geschiedenis na decennia van foute aannames, domme regeltjes, zinloze wetten, perverse belangen en verkeerde modellen. Het enige dat wij aan de EU hebben beloofd is dat wij onze natuur in stand houden. In lijn met de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn hebben wij onze natuurgebieden in kaart gebracht en Natura 2000 gebieden aangewezen. Behalve de Waddenzee, de Veluwe en de Biesbos zijn er allerlei hele kleine gebiedjes aangewezen die nauwelijks het predicaat natuur verdienen. En dan kun je je afvragen of de natuur in Nederland niet gewoon een uit de hand gelopen tuin is, maar laten we omwille van de situatie aannemen dat we echte natuur hebben in Nederland. En volgens de klimaatsector gaat het heel erg slecht met onze natuur. 90% van onze natuur zou in zeer slechte staat zijn, maar dat is een hele vreemde voorstelling van zaken. Collega Epping had het daar ook al over. 90% van het aantal natuurgebiedjes, waaronder de 162 Natura 2000 gebieden, worden gekwalificeerd als slecht. Maar als we kijken naar het oppervlak van deze natuurgebieden, blijkt 85% van het oppervlak juist in hele goede staat te zijn. En natuurlijk zijn er Natura 2000 postzegelgebiedjes te vinden waar een bepaald plantje het moeilijk heeft. Maar het is volstrekt idioot om dit vervolgens weer te geven als ware het een feit dat 90% van de natuur in Nederland in slechte staat zou zijn. Het eerlijke feit is 85% van het natuuroppervlak in Nederland is in goede staat. Kan de minister dit bevestigen? Voorzitter, en daarmee valt eigenlijk al de noodzaak voor het stikstoffonds met alle voorgestelde dystopische maatregelen. Voorzitter, stikstof, N2, is een prachtig element. 78% van de lucht die we inademen bestaat uit stikstof. En helaas is door incompetente bestuurders een sfeer gecreëerd waarbij men nu werkelijk gelooft dat stikstof een deken is die over Nederland neerdaalt, waardoor wij gaan stikken. Maar gelukkig weet nu inmiddels bijna iedereen dat met stikstof eigenlijk stikstofoxide en ammoniak wordt bedoeld. Een bizarre spraakverwarring. Maar met betrekking tot de stikstofoxide en ammoniak, NH3... geldt eigenlijk hetzelfde. Als stikstofoxide of ammoniakdepositie plaatsvindt op een voedselarme zand- of veengronden, dan is dat voedsel voor de bodem en uiteindelijk ontstaat er een eikenbos of een berkenbos. Is dit erg? Nee, natuurlijk niet. Bomen zijn goed, nemen CO2 op en produceren zuurstof. Het is alleen erg als je beloofd hebt aan de EU dat een zandverstuiving gaat blijven. En dat betekent dat je na verloop van tijd bomen moet gaan kappen om de oorspronkelijke natuur in stand te houden. Voorzitter, dit is echt knettergek. En dan het RIS-model van het RIVM. Tijdens het coronaschandaal hebben we gezien hoe de modellen van het RIVM werken. Ze werken vaak niet. Modellen vertellen precies wat mensen erin stoppen en het RIS-model werkt dus niet. De Universiteit van Wageningen kwam al vele jaren geleden tot die conclusie en het is in elk geval volkomen ongeschikt om te gebruiken voor de afgifte van vergunningen. En toch houdt onze blindvliegende overheid vast aan dit model dat mensenlevens verwoest. En het meest bizarre is nog wel dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen eenmalige en structurele stikstofuitstoot. Met andere woorden, je mag van RIS geen kerncentrale bouwen, omdat er bij de bouw door vrachtwagens en machines stikstof wordt uitgestoten, terwijl de kerncentrale zelf geen stikstof uitstoot en decennia lang heel goed kan zijn voor het milieu. Dus kan de minister deze anomalie verklaren en waarom wordt RIS niet gewoon in de prullenbak gegooid?
Misschien is het goed als u eerst uw verhaal afrondt en dan uw bosweg. Ja? Voorzitter, dan de KDW's. De KDW varieert van 7 kilogram per hectare per jaar voor hoogveen tot 34 kilogram per hectare per jaar voor slikwadden, zandplaten en rietlanden. En in Duitsland is dat gemiddeld ongeveer 142 keer zo hoog. En voor de grenswaarde van vergunningsplicht is dat zelfs 4258 keer zo hoog, 85. En in Denemarken zelfs 700 gram per hectare en dat is 10.000 keer zo hoog als in Nederland. Kan de minister nog één keer uitleggen waarom dit verschil er überhaupt is en waarom dit verschil zo groot is? En kan de minister dan ook meteen aangeven wat het effect van onze stikstofreductie is in verhouding tot de uitstoot in de rest van de wereld, zoals in India of in China? Voorzitter, heel Nederland zit op slot vanwege de stikstofdwaling. De bouw, de infrastructuur en de luchtvaart. Maar de boer, de groep die het hardst wordt getroffen, zijn de boeren. Onze boeren staan model voor hardwerkend Nederland, 's ochtends elke dag vroeg op om voedsel voor Nederland en de rest van de wereld te produceren. We hebben de meest efficiënte en de meest duurzame en de meest diervriendelijke boeren ter wereld. En samen met de Universiteit van Wageningen vormt dit een combinatie waar we trots op moeten zijn. We zouden ze juist moeten koesteren. Maar in plaats daarvan roken we ze uit, jagen we ze van hun land en ontnemen we ze hun toekomst. Meerdere boeren hebben zelfmoord gepleegd omdat ze geen uitweg meer zagen uit de Kafkaeske hel die hun deel werd door de maatregelen van dit kabinet. Maar de stikstofoxideuitstoot van onze boeren is verwaarloosbaar en de ammoniakuitstoot is niet schadelijk. De depositie vindt plaats binnen 500 meter van de boerderij en is bovendien in de afgelopen 30 jaar met 2/3 afgenomen. Kan de minister aangeven wat de echte reden is van deze frontale aanval? En kan de minister bevestigen dat het kabinet dit doet omdat ze land willen confisceren om woningen op te bouwen? En wat gaan we doen om de boeren zo snel mogelijk weer perspectief te geven? Voorzitter, dan een opmerking over het tijdpad. Om de een of andere reden staat het jaartal 2035 in de wet en is er binnen de coalitie afgesproken om dit te versnellen naar 2030. Waarom dit is gebeurd is onduidelijk. Maar het gevolg hiervan is dat er een schandalige druk wordt uitgeoefend op boeren. En dat is op zich al reden genoeg om dit soort onredelijke termijnen te schrappen. Voor BVNL is er dus helemaal geen noodzaak om stikstof te reduceren. En wat ons betreft kunnen we deze krampachtige termijnen overboord gooien. Voorzitter, tot slot. Vrijheid van ondernemen, vrijheid van het individu, eigendomsrecht en soevereiniteit op het gebied van het produceren van eigen voedsel zouden het beleid moeten bepalen en niet allerlei socialistische fantasieën. Laten we daarom vandaag afscheid nemen van de waanzin en gewoon de problemen oplossen, zonder onszelf in de voet te schieten. We staan op het punt om 24,3 miljard euro in de sloot te gooien, terwijl er 200.000 mensen in Nederland afhankelijk zijn van de voedselbank. Het immigratiesaldo was in 2022 maar liefst netto 228.000 mensen, terwijl Nederland vol is en het absorptievermogen lang geleden is bereikt. 200.000 ondernemers zijn technisch failliet door de coronamaatregelen van dit kabinet. Nederland is dood en doodziek en het wordt tijd voor nieuwe leiders die het land besturen op basis van feiten, juiste principes en met gezond verstand. En niet op basis van linkse luchtkastelen waarmee we onszelf uiteindelijk ten gronde richten. Met deze wet wordt zoals gezegd 24,3 miljard euro aan zuur verdiend belastinggeld verbrand, plus eventuele rente. En BVNL zal dan tegen deze wet stemmen in het belang van Nederland. Dank u wel. Voordat ik de heer Boswijk het woord geef, u gebruikte de uitdrukking, dan roken we ze uit. Ik vind dat geen gepast taalgebruik. Er ontstaat echt een soort agressiviteit uit. Nee, ik vind dat echt, ik heb ook een rol om de waardigheid van het debat te bewaken. En ik vind dat soort taalgebruik, dat roept echt een bepaald beeld op. En volgens mij begrijpt u dat ook. Laat ik dat terugnemen en ik vervang dat door onder druk zetten. Dat waardeer ik. Dank u zeer.